CBN Prime Alert van dinsdag 13 oktober 2015. Uw aandacht voor de headlines. Juspol minister doet boekje open over vreemdelingenzaken. Groep Sapoen doet handreiking naar Somoharjo. DNA buigt zich over naturalisatie van 199 personen. Verdachte dodelijk geraakt. Most Wanted aangehouden, harde werker zoekt steun, Suriname gastland symposium medische analisten, sociolobby voor jarige president, woningbrand aan de Toenalaan, 45-jarige gouddelver bedolven onder puin en dronkaard aangehouden voor bedreiging. De minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk Silos, heeft vandaag toch wel een aantal belangrijke zaken doorgegeven in DNA voor wat de dienst vreemdelingen aangaat. En zo heeft zij aangegeven dat een groot aantal mensen op dit ministerie thans op non-actief zijn gesteld vanwege het feit dat zij steekpenningen hebben aangenomen. De minister heeft verder aangegeven dat er meerdere ministeries betrokken hierbij zijn. Maar het belangrijkste of het allerbelangrijkste welke zij heeft aangegeven is dat het ministerie overschrijdend is. Daarmee heeft zij aangegeven dat vanuit Hongkong in feite deze grote zaken of laat ik zeggen frauduleuze zaken werden doorgespeeld of in de hand werd gehouden. We voeren u naar de minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk Silos, die vandaag tal van belangrijke zaken heeft doorgespeeld in landsvergaderzaal. 49 anderen en Mangal en 49 anderen. Mevrouw de voorzitter, deze aanvragen, welke zijn opgebracht in de genoemde wetsontwerpen, voldoen aan de wettelijke voorwaarden. Zoals opgenomen in artikel 8 van de Wet op de Nationaliteit en het ingeschetenschap van 1975 nummer 171, zoals gewijzigd bij SB 2014 nummer 121. De aanvragen zijn meerderjarig in de zin van de Wet op de Nationaliteit en het ingezetenschap en hebben gedurende 5 jaar hun hoofdverblijf of woonplaats in Suriname gehad. Ze hebben ook voldaan aan de betaling van SRD 200 bij de Belastingdienst en hebben eveneens de verklaring van zuiver inkomen van de Belastingdienst overgelegd. Verder hebben de aanvragers alle bescheiden die vereist zijn bij de wet overgelegd. En elke aanvraag is voorzien van een politierapport waarbij nader informatie over de te naturaliseren personen is opgenomen. Het politioneel onderzoek is afhankelijk van de woonplaats van de persoon ingesteld door de vriendelingendienst of de gewestendienst. Ik wil eerst beginnen met de opmerkingen van het geachte lid Paal en de daaraan gekoppelde vraag van het geachte lid Parmisser. Het geachte lid Parmisser heeft de vraag gesteld hoe het komt. En natuurlijk, ik vind het heel correct dat hij dat vraagt. Hoe komt het dat er een naam gemist is in de wetgeving? In het concept. Voorzitter, ik kan niets anders zeggen dan dat ik het niet weet. En twee, persoonlijk vind ik, en dat is misschien heel vriend voor die college, maar ik vind dus dat de opmerkingen van het geachte lid Paul correct zijn en ik ben blij met die ondersteuning. En ik wil hier gelijk zeggen dat we akkoord gaan met de voorgestelde wijzigingen. En dat ik de vinger ook naar mij wees. Dat het me verontschuldigt voor het feit dat het ministerie zelf slordig werk heeft geleverd. U begrijpt dat we verder zullen gaan met dit punt op het ministerie, omdat het niet zo kan zijn
dat het ministerie met eigenlijk basale fouten, als je ernaar kijkt. Fouten in wetgeving, fouten in namen enzovoort. Mijn excuses daarvoor. Er zijn een aantal vragen gesteld door uw college. Er zijn een aantal die ik niet zal moeten nemen naar de tweede ronde, omdat ik niet de ruimte heb gehad om uitgebreid met mijn deskundige bezig te zijn. Voor wat betreft de inburgeringsplicht zal ik moeten nagaan hoe ver dat is en wat de status ervan is. Daar kan ik geen antwoord op geven. Dus ik wil u verzoeken om mijn toestemming te geven om dat naar de volgende ronde te brengen. Ja, minister, u kunt naar de volgende ronde te brengen. Het gaat naar het volgende agendapunt. Op het volgende agenda. Dus al de vragen die te maken hebben met het beleid ten aanzien van de procedures, die worden bij het volgende agendapunt behandeld. Goed. Dit gaat echt zet over die naturalisatie. Dank u wel voor uw correctie. Verder is er een vraag geweest door de commissie over transparantie en informatie. En wat daarbij ook werd aangegeven is de vraag naar corruptie. Ik denk dat uw college recht heeft op de informatie wat er gebeurd is, of gebeurd is, mag ik nu wel zeggen, binnen het ministerie van Justval op de afdeling Vreemdelingenzaken. Er is namelijk een keten ontdekt van personen die betrokken zijn bij het aannemen van smeergelden met betrekking tot het verstrekken van verblijfsvergunningen. En de zaken zijn onderzoek bij het Openbaar Ministerie en die fase is het nu. En ons beleid is erop gericht dat we tot de bottom zullen gaan. Er zijn aanwijzingen al. Ik kan helaas, wilt u mij ontslaan van die verplichting, dat zolang het onderzoek niet in een bepaalde fase terecht is gekomen, dat ik me verder onthoud van informatie over dat rapport. Als minister van Justitie en Politie beschik ik wel over de informatie. En ik kan u zeggen, weet de reactie van mij gezien, dat ik de hele afdeling op non-actief heb gezet. Dat was niet zomaar. Na de brand wel werd ontdekt dat er indicaties zijn dat het vanuit de groep die de leiding buiten heeft over de corruptie, dat er vermoedelijk sprake is van brandstichting. Dat blijkt uit het officieel rapport. En op grond daarvan zijn die maatregelen genomen. En het was ook erg opvallend dat op die dag ruim de helft van Vreemdelingenzaken ziek was. U begrijpt dat dit verder onderzocht moet worden. Het is breed, het is op hoog niveau en het is op laag niveau. Dat alleen wil ik zeggen. Wat ik nog verder wil aangeven ook, om de ernst ervan u te laten inzien, is dat vanuit Hongkong, via de computer, een netwerk is opgezet dat ministerieoverschrijdend is. Zoveel wil ik wel loslaten. Er zijn dus meerdere ministeries betrokken bij het gebeuren met betrekking tot smeergelden in verband met verblijfsvergunningen. Er zijn zelfs ambtenaren bij betrokken waarvan je denkt, hoe is dat mogelijk geweest? En het is voor mij van eminent belang en voor het land van eminent belang dat al deze zaken rustig onderzocht worden en verder die figuren naar boven moet brengen die schuldig zijn aan deze wijdverbreide ministerieoverschrijdende corruptie. Het is niet alleen bij Justval. Mijn collega's, het gaat om twee andere ministeries tot nu toe. Mijn collega's van die ministeries heb ik een tussenrapport beloofd op het moment dat de procureur-generaal zover is om een rapportage te doen.
Verder is er gevraagd door het lid Gayadin of er door de brand van Vreemdelingenzaken, die heeft ingesteld dat zijn achterstanden en of het door de brand van van het gebouw van Vreemdelingenzaken komt. En hij vraagt hoe we dat eigenlijk inhalen. En ook hoe het met het gebouw staat, want het gebouw levert natuurlijk nu een groot gevaar op voor de belendende gebouwen. Toen ik aantrad als minister, heb ik een achterstand van 5000 verblijfsvergunningen aangetroffen. Die worden nu gescreend. Een heleboel zitten vol fouten. De voorwaarden, de vereisten zijn niet volledig. Maar de beschikkingen waren al voorbereid. U begrijpt dat ik geen beschikkingen ga ondertekenen waarbij de vereisten, waarbij de aanvragen niet voldoet aan de vereisten, dat doe ik niet. We lopen dat nu gestaag binnen, ik denk dat ik ongeveer 100 stuks per week onderteken, dat zal weken zo. En maar als je achterstand hebt van 5000 op 12 augustus 2015, dan voelt u aan en alles moet gecheckt worden. En dan had je de complicaties dat vrij gauw aan het licht kwam. De afdeling Vreemdelingenzaken, misschien met uitzondering van 2 of 3 mensen, de boel verrot was. En waardoor je niet de juiste informatie kreeg die je nodig had. Dus het zal het niet te langer duren. En met de brand natuurlijk heb je nog een grotere achterstand, maar we werken op 2 sporen. Er zijn nieuwe mensen. Het vorige hoofd dat ongemotiveerd weggejaagd was, of laat me het zeggen, ontheven was, is terug. Die screent alles nu voor mij. En we zijn nu ook bezig om te kijken om per 1 november of 15 november een heel nieuw systeem op te zetten, waarbij de aanvraag geheel online zal gaan. Waarbij het systeem compleet beveiligd wordt en net 2 of 3 mensen maar toegang hebben. Secure, beveiligd, zodat de afdeling minder corruptiegevoelig maakt. Dat ligt allemaal in het verschiet. We hopen dat we in ieder geval voor het einde van het jaar die achterstand van jaren voor een verblijfsvergunning van ongeveer 5000 gevallen ingehaald hebben, plus de achterstand die nu naar boven komt en ook de nieuwe gevallen die we in principe hebben besloten om de nieuwe aanvragen even langzamer te behandelen, zodat we de zaak structureel kunnen oplossen. Even kijken waarop ik direct antwoord kan geven. De kwestie van klantonvriendelijkheid zullen we onderzoeken. Het zal me niet verbazen hoor, laat me dat zeggen. We weten, daarom zijn de lokettendiensten ook gesloten. Daar werd er gewoon $1000 gevraagd, terwijl de beschikking al klaar was. Maar om het in handen te krijgen, moest er dan nog een keer $1000 betaald worden. Nu houdt het niet voor mogelijk wat voor puin ik heb aangetroffen op die afdeling. En ik vind dat we transparant moeten zijn en niet bang moeten zijn om erover te praten, zodat dit nooit meer kan gebeuren in Suriname. En daarom heb ik besloten er gewoon open over te praten. Als we niet weten waar de schoen wringt, hebben we nooit de kuur ervoor. En dat is de bedoeling waarom ik er gewoon over praat. Het is geen geheim of onbekend in die Surinaamse gemeenschap dat na de verkiezing er een grote splitsing is gekomen binnen de Partij Luhur. We kregen de zogenaamde groep Sapun Cheaten en dan ook de groep Somoharjo. Nou, we begrijpen dat de groep Sapun Cheaten thans een handreiking heeft gedaan naar de PL-voorzitter. Er zou een schrijven zijn gericht, maar of dat allemaal zo is, dat vraagt
vragen wij dan zelf aan de heer Raymond Sapoen. Heer Sapoen, we begrijpen dat er een handreiking is gedaan vanuit de groep Sapoen Cheaten naar jullie voorzitter, de heer Paul Somaharjo. Is dat zo? Jawel, dus u noemt dat de handreiking. Het is eigenlijk voor de hand liggend, omdat wanneer u ons goed gevolgd hebt, dan weet u dus dat vanaf de start van de impasse, zeg maar, 2015 dit jaar, 5 maanden ruim terug, dat wij als beweging HVB, Hervormings- en Vernieuwingsbeweging PL, alles hebben gedaan om ons verhaal te vertellen aan de structuren van de partij, maar ook buiten de partij. Dat is een tendens die zich nu manifesteert, dus dat buiten de PL-structuur om er enorm veel animo is voor onze missie. Maar dat wij tegelijkertijd hebben gezegd dat wanneer je hervorming en vernieuwing wil brengen, dat je dat zal moeten doen binnen de partij zelf, binnen de geëigende partijstructuren. En dat betekent dus dat je dan ook de medewerking moet hebben van de partijleiding en dat je dan ook je daarvoor inzet. Je zal alle zaken, alle mogelijkheden die de statuten bieden, moeten uitputten om zoveel mogelijk binnen de partij zelf jouw verbetering te bewerkstelligen. En tegen die achtergrond hebben we voor de, zeg maar, de tweede keer deze week een brief gestuurd naar de voorzitter van de partij. Met de strekking dat wij bereid zijn te praten, ondanks het feit dat hij als voorzitter van de partij publiekelijk op diverse media of op diverse podia heeft gezegd dat voor hem verzoening geen optie is, hebben we toch gezegd, we hebben dat beluisterd en nochtans vinden wij dat wij vanuit onze verantwoordelijkheid naar het bestuur, naar de partij, naar de structuren toch wel verplicht zijn om te praten en we zijn hier om te praten en als u ziet, als u merkt dat er reden is om te praten, dan zijn wij bereid en zijn wij beschikbaar. Dus dat is de strekking van de brief en we hebben daar nog geen antwoord op gehad. Ja, ja. Maar wat is toch wel voor jullie het allerbelangrijkste beweegreden? Nou, ik denk, ja, we moeten natuurlijk naar de structuren toe aangeven dat het niet aan ons ligt. Wanneer we praten over verzoening en het sluiten van de gelederen binnen de PL. Want dat is iets dat vaak wordt gezegd vanuit de leiding. Dus dat de groep Sapoen, inmiddels is het echt geen groep hoor. Het is een hele grote beweging die uitgroeit boven PL. Maar het is wel zo dat wij vanaf het begin nogmaals er alles aan doen om uit eigenaarbeweging de koppen bij elkaar te steken. En we merken in tegendeel dat juist dat niet wordt geapprecieerd. Dus misschien is het de laatste keer dat het zo aan publiek wordt gedeponeerd bij de partijleiding. En laten we even rustig afwachten wat het respons zal zijn. Ja, maar stel voor dat hij er positief op reageert. Zullen jullie dan toch nog gaan voor de vernieuwingen binnen PL? Ja, ik denk dus dat het helemaal de inzet is. Hè. Dat is het motief van onze missie en we hopen dus dat het zover komt dat wij de mogelijkheid krijgen om de gelederen te sluiten en op basis van een hernieuwde missie ons voor te bereiden op de komende verkiezingen in Italië, maar om onze rol binnen het totaal politiek bestel in Suriname te heroriënteren, want dat is uiteindelijk de game toch. We praten over een aantal dingen wanneer je praat over hervorming, maar er zijn heel een groot aantal dingen die we op de schop moeten nemen als politieke organisatie. Je praat over je hernieuwde missie, je moet praten over jouw strategische rol als politieke partij in deze multiculturele, multi-etnische samenleving. Je moet praten over jouw idealen als partij. Je gaat moeten praten over het management van de partij. Je gaat moeten praten over jouw toekomstperspectief als partij. Dus dat soort dingen tegen de achtergrond van de recente verkiezingsuitslagen. Die dingen zijn belangrijk voor het voortbestaan van de partij. En wanneer de handreiking wordt geapprecieerd, dan zijn dat de dingen waarover we willen praten als beweging. Maar zijn er niet over en weer vertrouwen geschaad? Ja, ja, dus we zijn allemaal mensen. Hè. En er zijn in de afgelopen maanden veel dingen gezegd naar elkaar toe. En een groot deel van de dingen die gezegd zijn berust ook niet op waarheid. Maar we hebben de dingen gelaten voor hun beloop, omdat wij gezegd hebben, we gaan niet in de media oorlog voeren. We hebben onze missie, we hebben het verhaal dat we willen vertellen en we hebben elke week 2-3 keren onze consultaties met het veld om ons ei te leggen en de mensen precies uit te leggen wat de oorzaken zijn en hoe de situatie er nu uitziet en welke richting we wensen op te gaan.
Dus het kan zijn dus dat er een onverzoenlijke situatie nu is. Maar wanneer iedereen zo zijn of haar gezond verstand gebruikt en het eigen belang laat prevaleren of het partijbelang laat prevaleren boven het eigen belang, denk ik dus dat er misschien een basis is. Wat about de rechtszaken? Ja, de rechtszaken zijn zoals ik nu begreep, er zijn een aantal rechtszaken hangen gemaakt over en weer. Ik ben bijna de kluts ook kwijtgeraakt. Ik weet wel dat in oktober, deze maand nog, derde week, er uitspraak moet komen in het kort geding. Die door ons als HVB Sapoentjeten aanhanger is gemaakt tegen de leiding. Om ons niet te hinderen in de voortgang van onze activiteiten als parlementariër. Dus het is even afwachten op het vonnis. Ja, de gemeenschap die gaf ook steeds aan dat alles maar een rookgordijn is. En dat rook eens zal opwaaien. Is dat hem nu? Oh nee, dus die rookgordijn was door bepaalde delen in die politieke gemeenschap opgevat als iets dat veel te maken heeft met een doorgestoken kaart. Maar ik denk dus dat de mensen die de zaak hebben gevolgd nu meer dan ooit nu weten dat dit was echt een grote inschattingsfout als ik gedacht had dus dat het een rookgordijn. Het is menens. We hebben natuurlijk onze politieke games, we hebben onze politieke overwegingen. Maar wanneer het gaat om toekomstperspectieven van de partij, dan maken we daarmee geen grappen. En het is zeker niet van de groep Sapoen en ook niet van de groep Sommar, dus zeg maar, iets dat te maken heeft, dat onderdeel is van een scenario. Ja, u zegt het is geen groep meer, maar een beweging. Waarom dan geen eigen politieke partij? Nou, ik zei u in het begin, we gaan uitputtende mogelijkheden moeten benutten, omdat we uiteindelijk praten over HVB-PL. Je zal dus binnen de partij zelf zoveel mogelijk jouw verbeterpunten moeten aanbrengen. En dat is het stadium waar we nu verkeren. Het wachten is dus op het antwoord vanuit de heer Paul Somohardjo. Ja, dus ik hoop dat het antwoord komt. Ik verwacht niet dat het er komt, maar wie weet, de wonderen zijn de wereld niet uit. En nogmaals, als we allemaal zeggen dat wij deel uitmaken van de politieke organisatie PL. En PL is niet het eigendom, niet van Somohardjo, niet van Sapoen, maar het is van al haar leden. Dan denk ik dus dat we wel in staat moeten zijn om echt ons er doorheen te jagen en ons goed voor te bereiden op de komende verkiezingen. Maar vooral ook om echt gericht te kunnen inspelen op de vele problemen die er zijn in Suriname. Duidelijk voor dit moment, heer Sapoen, dank u wel. Ah, ja, graag gedaan. Vandaag is in behandeling in Landsvergaderzaal de verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan 199 personen. Het gaat in deze om 95 mannen en 104 vrouwen. Van deze 199 mensen hebben 14 een eigen bedrijf, 3 zijn technische medewerkers, 1 is administratieve kracht, 92 hebben wij van veldarbeiders tot monteurs en 89 hebben geen beroep. Uit deze 199 personen komen de meeste uit buurland Guyana die om naturalisatie vragen. De voorzitter van de commissie van de rapporteurs die is ingegaan op een aantal statistieken voor wat deze 199 personen aangaan. En wij voeren u naar de voorzitter, Rabin Permisser, waar hij een aantal zaken dan aangeeft. Aan de Jagannath Lakshmanstraat in het OV-gebouw. Dus we kijken uit wanneer vriendelingenzaak een eigen pand gaat hebben. Dependance in Wanica, gevestigd in het gebouw van de DC te Wanica. Dependance in Kommerwijnen en een dependance in Nikeri. We zijn dus op 1, 2, 3, 4 plaatsen, ja, waar dat verzoekschrift gedeponeerd kan worden. Dan een ander punt, we gaan straks naar, dat is met betrekking tot het verblijven, legaal, de documenten, etc. In dat zullen we volgende keer ingaan. En nu wat naturalisatie betreft. Wat naturalisatie betreft, om daarvoor in aanmerking te komen, dienen een aantal documenten in place te zijn. En dat komt u tegen in de ambtsberichten. Van iedere aanvrager
krijgen wij nu een aparte file waarin tenminste deze 13 zaken zijn meegenomen. Er moet een verzoekschrift zijn, een plakzegel van 150 SND, een bewijs van inschrijving, het CBB dus, kopie van alle beschreven pagina's van paspoort, verleende verblijfsvergunning, 5 jaar vereist achterin of een vestigingsvergunning, ziektekostenverzekering of een garantstelling, burgerlijke staat, geboorteakte, kwitantie van een storting van SRD 200, verklaring van zuiver inkomen, middelen van bestaan, werkgeversverklaring, winkel- of bedrijfsvergunning, KKF-uittreksel en SAS, belasting dus, uitkering, garantstelling of andere zaken, antecedentenverklaring en een politierapport. Dat zijn minimaal de zaken die meegenomen moeten worden en dan pas kan het verzoek tot naturalisatie in behandeling genomen worden. Dit als achtergrond, nogmaals voorzitter, over al deze issues, beleidsaangelegenheden zullen op de volgende vergadering in depth gaan. Wat we vandaag gaan doen, zijn de genoemde, door u genoemde, 4 wetsontwerpen behandelen. En het gaat om 199 personen die wij vandaag beslissen of we wel of niet naturaliseren. Dat zijn deze 4 wetsontwerpen die u daarnet genoemd hebt. En ik ga u nu wat achtergrondinformatie verstrekken op basis van een aantal indicatoren over deze 199 personen gezamenlijk. Dan trekken we dat samen. Dat doen we als volgt. Van die 199 personen, als we kijken hun beroepsachtergrond, dan zijn er 14 personen met een eigen bedrijf, winkel, meubelmaker, noemt u maar op. Technische medewerkers op LTS niveau zijn er 3. Administratief 1, overgang 92 en let u erop, maar liefst 89 mensen hebben geen beroep. Ja, bijna de helft. Geen beroep, zegt bijna de helft. Dat is goed dat de commissie dat overzicht heeft. De zaak is voorzitter en dit bestand wat ik nu presenteer, heb ik gevraagd u te doen toekomen. En als u mee wilt merken, dat het alle leden dat ook elektronisch krijgen, zodat u dat rustig kunt doornemen. Wat we ook kijken naar het geslacht, dat zijn de achtergronden van die 199 personen. Het gaat om 95 personen van geslacht man en 104 zijn vrouwen. Wat is het opleidingsniveau? Lager onderwijs 150, middelbaar onderwijs 10, hoger onderwijs 5, onbekend 44. Je merkt en dat het gros van de mensen van maximaal lager onderwijs, als we 150 nemen, gemakshalve 44 optellen, dan is een groot deel, ja toch, met een achtergrond waar je zegt lager opgeleid, die we toelaten in het land. Land van herkomst, van waar komen de mensen? Uit Guyana komen 132, uit Haiti 33, uit China 27 en de rest van de landen en de aantallen, dat ziet u wel. Maar de hofleveranciers, dat is al een tijdje zo, zijn geweest Guyana en China. Pas enkele jaren terug, en dat is ook een verworvenheid van uw voorzitter, van het parlement, dat sinds we als vaste commissie bezig zijn, hebben we gezien in de periode rondom 2010, waren enkele of geen Haitianen, terwijl Haitianen al heel lang in Suriname wonen. Maar de bekendheid die ze hebben nu gehad met de administratieve procedure, laat me gemakshalve vandaag nog daarop houden. Want er zijn andere complexe zaken die zich afspelen. We zullen later vragen dat Haitianen nu, toch een groot deel nu, toch in die ambtelijke molen komen, dat ze voor hun papieren in aanmerking komen. China was een tijdje hofleverancier, nummer 1, maar we merken dat Guyana nu een grote groep Guyanese uit deze
vier wetsontwerpen hier binnenkomen. Je merkt die verschuivingen een beetje. Wanneer we deze 199 mensen nu naturaliseren, dan is het niet zo dat we 199 mensen het grondgebied Suriname legaal toelaten. Als gevolg van de naturalisatie zullen een aantal andere mensen rechtens aanspraak maken op de Surinaamse nationaliteit. En dat ziet u, er zullen 71 mensen, en dat zijn toevallig nu allemaal kinderen, die ook rechtens aanspraak op zullen maken. Dus wanneer we die 199 mensen straks goedkeuren, zullen we in totaliteit, die is 71 later, 270 mensen in totaliteit toelaten tot Suriname. Het is goed dat we dat weten, want onze handeling, dat heeft gevolgen. Wat de handeling van vandaag, onze besluitvorming. Als we kijken hoe lang de mensen in Suriname gewoond hebben, en dan dat ze nu vandaag behandeld worden, om genaturaliseerd te worden, dan ziet u tussen 5 en 10 jaar, dat zijn 66 personen, 11 tot 15 jaar 28 personen, en tussen 16 en 20 jaar, dat ze erover hebben gedaan, 53, en 21 tot 25 jaar, dat zijn 49 personen. Dat wil, hier hebben we niet aangegeven, het is verblijfsduur in Suriname. Dat wil niet zeggen dat ze, laten we zeggen, als ik neem de categorie 21 tot 25 jaar, die 49 mensen, dat deze 49 mensen pakweg 25 jaar terug al hun documenten hadden ingediend. Het gaat daarom alleen om hoe lang ze in Suriname verblijven. Ik heb hier niet aangegeven hoe lang terug zij hun documenten ingediend hebben om daarvoor in aanmerking te komen. Het is dus goed, dachten wij als commissie, dat je een idee hebt hoe lang de mensen in Suriname wonen. Want mensen kunnen hier wonen, maar nog niet voor kiezen om voor naturalisatie in aanmerking te komen. Dat onderscheid moeten we dan gelijk maken. Een verdachte van een beroving is maandagavond rond 11 uur tijdens een vluchtpoging door de politie neergeschoten en overleden. Dat gebeurde in de buurt van de kruising van de Jagannath Lechmanstraat en de Floralaan. Een ander verdachte is aangehouden. Het is nog onduidelijk of er nog meer verdachten in deze zaak zijn. De verdachten reden over de Floralaan in een grijze voertuig. Toen zij door hadden dat ze achtervolgd werden door het arrestatieteam, gaven ze plankgas om te ontkomen. Op de kruising met de Jagannath Lechmanstraat verleende de bestuurder geen voorrang en veroorzaakte een aanrijding waarbij nog 2 voertuigen betrokken raakten. De 2 verdachten vervolgden hun vlucht te voet richting de Marijkenstraat. De politie kon 1 van hen aanhouden, terwijl de andere zich niet tot andere gedachten liet brengen door waarschuwingsschoten. Hierop besloot de politie gericht te schieten. Peking Cho zich neer op de kruising van de Rita en de Marijkenstraat. Voor de komst van de ambulance had hij al het leven gelaten. Zijn compaan, de 34-jarige Marlon Verbond, die sinds 2012 werd gezocht en ook op de opsporingslijst voorkwam, werd onmiddellijk naar het politiebureau afgevoerd. Een tweede ambulance kwam aan te pas om een ander persoon die betrokken was bij de aanrijding en van pijnklachten af te voeren. Het lichaam van de overleden verdachte, het vluchtvoertuig en een daarin aangetroffen vuistvuurwapen zijn allen in beslag genomen. De afdeling kapitale delicten heeft de zaak in verdere onderzoek. Marlon Verbond heeft een reeks van brute gewapende roofovervallen op zijn naam staan. Deze berovingen pleegde hij in vereniging. Daarbij werden de slachtoffers gekneveld en mishandeld. Ook maakte hij de grens tussen Suriname
en Frans-Guyana onveilig, schrijft de publiciteitsdienst van de politie maandag op haar website, waar zij verbond als most wanted crimineel aanmerkt. Sarah Gersi heeft heel veel gedaan voor het Surinaams kind, voor heel wat mensen, maar vandaag op de dag waar zij hulp bood aan anderen, vraagt zij vandaag hulp aan die gemeenschap. Vandaar dat ze ook het hulp heeft ingeroepen van TBN Prime Alert om toch wel even te vertellen in welke situatie zij zich thans, in welke situatie zij thans verkeert. Vandaar dat wij thuis bij haar zijn in het appartementje welke zij verhuurd heeft. En van daaruit voeren wij dan dit vraaggesprek. Ja. Mevrouw Gersi, vertel eens aan die gemeenschap, voor degenen die dat niet weten. Ja. Wat deed u, wat heeft u allemaal gedaan? Ik heb vele kinderen geholpen in Suriname. En dat doe ik echt uit liefde voor het kind. Ik heb seniorenburgers geholpen. Ik mag zeggen dat ik hard gearbeid heb voor Suriname. Anderen die ik heb ondersteund zijn vandaag agent geworden. Ik heb een commandant tussen. Ik heb een inspecteur van politie. Ik heb onderwijzeressen. En ik ben er trots op. Ik had een naschoolse opvang waar kinderen na school konden eten. En al wouden ze tot 7 uur 's avonds blijven, dat mocht ook. Ja? En daarnaast heb ik vaak gezinnen waar ik tot vandaag, ondanks mijn erbarmelijke situatie, kleding aangeef. Als ik misschien wat extra voedsel heb, geef ik het ook af. En ik kan me nog heugen dat ik elk jaar schoolpakketten verdeelde. Mijn hoogtepunt was toen ik 550 schoolpakketten in Auxerre heb mogen verdelen. En er is zoveel meer gebeurd. Ik vergeet soms, ik zie mensen op straat roepen, tante Sarah, hoe gaat het? En uit beleefdheid durf ik soms niet te vragen. Zeg van, waar ken je me weer? Maar ze zeggen het zelfs, want ze merken aan me. Zeg, hey, ik weet niet meer zo goed wie dit. Zeggen ze, ken je me nog? Ik kwam toch thuis bij je, dit en dat. Vandaag heb ik bloeddruk en suiker. Maar ik kan de huur eigenlijk niet betalen waarin ik nu woon. Weet u, ik wil de eigenaar en eigenares niet in opspraak brengen. Helemaal niet. Maar na een aantal jaren vraag ik echt hulp aan de Surinaamse gemeenschap. Als het niet was om de Heere God Almachtig, was ik allang dood. Door de situatie van huishuur betalen en zo. Ik heb 3 beroertes achter de rug. Ik heb suiker. Ik ben geopereerd aan mijn linkerbeen, mijn God. En toch ga ik werken. Maar ik kan dit echt niet meer aan. Zijn er nog goede mensen die een hart hebben voor een vrouw die zichzelf heeft gegeven aan Suriname? Ik vraag me af. Laatst ben ik zomaar opgepakt geworden omdat ik naar donaties zocht voor de enkele mensen die ik nog help. Ik heb bijvoorbeeld een pleegdochter hier en dus de huur is dan verhoogd van 750 naar 850. Maar ik begrijp de eigenares, maar dat kan ik Sarah niet opbrengen. Ik had mijn documenten niet bij me, maar mijn documenten, dus mijn stichtingspapieren, waren dus bij een beste vriend van me op kantoor. Ik mag direct ook zeggen, als dat mag van u, dat hij me vaker helpt. Soms geeft hij me 350 in de maand. Hij kan het niet altijd, maar hij betaalt wel elke week dat ik naar de dokter kan gaan. Dat is Marcel Vrieser. Ik wil hem van hieruit bedanken. Marcel, ik bedank je dat jij me niet in de steek hebt gelaten. En ik bedank ook meneer Van Dijk. Hij brengt elke maand 250, zegt dit is om bij te passen voor je huur, Sarah. Want ik kan niet, ik heb vaak lage salie. Wat is misgegaan, mevrouw Gersi? Ik woonde in een huis op Mottenshoop, het is een huurwoning. En ik raakte verliefd
smorvel je zelfs op een heer. We hebben een aantal jaren samen gewoond, maar vanaf toen we al ongeveer 6 maanden bij elkaar waren, sloeg hij me elke keer kort en klein. Ik kon het niet meer aan, want ik ben verweten geworden door een paar mensen zeggen, je zoekt naar een huis, maar waarom heb je dat huis waar je in je woonde verlaten? Terwijl ze weten, het is geen publiek geheim, want ik ben nogal bekend hier in Suriname, niet om mezelf eer te geven. En die man, elke keer moest ik hem naar de politie brengen. De politie praatte tot hem. Hij sloeg me weer. Hij trapte me, schopte me. Hij schopte mijn hond als hij ook boos op me is. En zo. Hij was echt wreed. Hoe lang was hij met hem? Ik denk bijna 6 jaar. Ik ben weggevlucht. Een kennis van mij heeft me geholpen. Hij heeft me geholpen om uit die relatie te gaan. Ben. En ik wist niet dat het buiten zo hard was, dus elke keer ben ik van plek. Ik ben 21 keer verhuisd, omdat de huizen zijn duur. Ik kan het niet betalen. Welk werk doet u nu, mevrouw Gersie? Wel, ik heb een security baan gevonden, maar de eergisteren zei de baas tegen me, mevrouw Gersie, ik heb echt medelijden met u, maar wanneer uw been helemaal hersteld is, mag u terugkomen. Omdat ik niet alle last steeds voor meneer Vriezer wil laten. En meneer Van Dijk, meneer Kolf, mensen die me zo'n beetje helpen. Toch meneer Doro Fupaya. Nu wordt het 8,50, want Abigail is weer terug thuis bij me gekomen. Dat kind is al gewend aan me. Betekent dat u voorlopig zonder werk zit? Ik zit helemaal zonder baan nu. Ik wil wel werken, al is mijn voet nog onder behandeling van de one-stop-shop van AZ. De chirurgen daar helpen me. Is dit vanwege uw suikerziekte? Ik had op een pinaise getrapt. Moest ik eigenlijk de volgende dag al naar de dokter. Want anders kan je been infecteren. Mm-hmm. Maar dat is mij helaas niet gelukt. Want ik zat direct daarna in de verhuizing. Omdat de vorige eigenares dat meisje wat ik had geadopteerd niet daar wou hebben. En ik zei er nog, maar ik betaal toch huur? Nee, ik wil dat meisje niet hier. Want ik ken de achtergrond niet. Wat was Sani? En dan moest dat kind weg. Toen heb ik een huis gezocht om te verhuizen. En bleek dat de eigenaar, de man die zich heeft voorgedaan als eigenaar van het huis, heeft gelogen. Hij was geen tussenpersoon. Dus daar had ik al een deel gegeven en dan moest ik weer weg. En toen heeft die vorige eigenares me weer geaccepteerd. Ondertussen, met al dit gedoe, was ik al langer, bijna 2 weken verder, dat been gaan infecteren. Ja, en waarom? Want ik weet dat ik niet op blote voeten mag lopen als diabetes. Maar dat meisje was zonder slipper gekomen. Ze had haar spullen nog niet echt gebracht. En dan heb ik haar mijn binnenslipper gegeven om aan te trekken. Ze is nog een jonge meisje van 19 jaar. En dan heb ik op die pinaise getrapt. En het heeft me bijna mijn been gekost. Ja. Mevrouw Gersie, een andere vraag. U hebt, vandaag is de presidentjarig, dus ten eerste dat. Ja. Maar waarom ik dat zeg, ja. U hebt nog steeds hele goede banden met de Paarse Partij. U hebt heel hard voor ze gewerkt. Ja, ja. Voelt u zich een beetje nu in de steek gelaten door de NDP, de partij waarvoor u zo hard hebt gewerkt? Ja, laat me eerst hiermee beginnen. Oom Daisy, tante Sarah feliciteert je van harte. Ik wens je veel geluk en succes. Ik heb je nooit verlaten. Ik heb toch ben blijven stemmen op jou. Maar je bent jarig vandaag. Ik kan niet komen, niet eens naar Osir. Ik heb vandaag geen financiën. Maar oom Daisy, help mij toch. O God, ik kan niet meer. Oom Daisy, je bent jarig. Doe wat voor mij vandaag op je jaardag, alstublieft. Laat de Heere God Almachtig, die ik dien, Jehovah, uw hart aanraken. En help Sarah, ik kan niet meer, ik ga kapot. Ik heb wat kunt u ons vertellen, wat kunt u met de kijkers delen over uw band met de heer Boutersen en de NDP? Ik heb de NDP aangehangen. Eigenlijk vanaf die coup, toch? En later, toen ik alleen stond, want mijn ex-man hield me vaker tegen om naar vergaderingen te gaan,
Later mocht het wel, maar dan was het al te laat, hè. Ik mocht bijna niet naar vergadering, maar zodra ik het kon, dan was ik er. En ik ben een vurige NDP'er. Ik wil niemand pijn doen, want ja, niet iedereen houdt van mijn partij, maar wel, van wel heel veel mensen. Ja, en ik ben een van ze, omdat ik heb gemerkt dat oom Desi Redelano Bouterse medelijden heeft met arme mensen. Want hij geeft uitkering aan mensen die niet zelf... Die, ja, die hulpbehoevend zijn, ja. Die echt hulpbehoevend zijn. Wel, ik ben een hulpbehoevende. Oom Desi, help mij aan een huis. Of iedereen in de gemeenschap, in de Surinaamse gemeenschap. Als u zegt dat ik een kleine bijdrage... Kan ik misschien tot 400, maar ik kan niet meer. Kunnen jullie mij helpen, Suriname? Help mij, alsjeblieft. Ja. Zo slecht ben ik toch niet geweest. Heb ik niet vele kinderen gevoed waar moeders het niet konden. Ik heb zuster Helen. Ze is al over de 70 jarenlang ondersteund. Zuster Helen, als je kijkt naar dit programma, ik ben jou niet vergeten. Maar tante Sarah kan niet. Daarom bellen we maar af en toe. Zuster Helen Rampiare was als mijn moeder, want ik had medelijden met haar situatie. Ja. U hebt veel geholpen, maar u zoekt nu zelf naar hulp. Echt waar, echt waar. Ik bid God Almachtig, Elohim Adonai, in de naam van Jezus, Heere God, help mij Suriname. Oom Desi, nogmaals hartelijk gefeliciteerd vandaag met je jaardag. En ik feliciteer ook de presidentsvrouwen, maar helpen jullie mij, want ik kan niet. Ik heb geen financiën. Het gaat mij niet zo goed. Dit heb ik, niet om mezelf te eren, dit heb ik niet verdiend. Gaat Suriname zo om met zijn helden? Ja. U bent nu niet alleen maar financieel kapot, maar u bent ook ergens, u bent ook ziek, hè? Ja, aan mijn linkerbeen en ik heb bloeddruk en suiker. Ik heb een paar keer aanvallen gehad. Nou goed, mevrouw Gersie, uw verhaal is helemaal duidelijk naar die gemeenschap toe. Ja. Laten wij met ons allen hopen dat het u heel goed gaat. Ik ken u ook vanwege mijn werk. Ja. Ik ken u niet anders. Ik weet dat u altijd bereid bent geweest om het Surinaams kind te helpen. Ja. Vandaar dat ik dan ook hoop dat de Surinaamse gemeenschap echt naar u heeft geluisterd. Ja. En dat ze u mogen helpen met een huis, want dat is zeer belangrijk, zegt u. Dat is het belangrijkste. Als ik een huis heb, ik ben niet iemand die zit ondanks mijn ziektes. Ik kan kleding verkopen nog. Ik kan enkele kleine dingen doen. Maar alsjeblieft, Suriname... Als er iemand is die het hart op de juiste plaats heeft, help mij. Help mij en God zal jou weer belonen. Helemaal duidelijk, mevrouw Gersie. Dank u wel. Ja, alstublieft. Ik wil Trishul ook van harte bedanken. Meneer Ganesh, God bless you. En laten we hopen dat er echt iets goeds uit de bus komt. Dank u. Tot en met aankomende vrijdag wordt de General Meeting en Scientific Symposium 2015 gehouden in Suriname. Wat houdt dit symposium precies in? Wij van TBN Prime Alert hadden een vraaggesprek met de heer Sheldon Simpson. Hij is medisch analist in het dagelijks leven, maar daarnaast ook de voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Medische Analisten. En wij vroegen hem wat het hoofddoel is van het symposium, maar maar ook wat gesteld is met medische analisten in Suriname. We voeren u naar dat vraaggesprek. Heer Sheldon Simpson, medisch analist, tevens voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Medische Analisten. Thans vindt de General Meeting en Scientific Symposium 2015 plaats. Wat is het hoofddoel van dit symposium? Ja, het hoofddoel van het symposium is kennis bijbrengen door middel van verschillende lezingen die door verschillende experts in binnen en buitenland worden verzorgd. Het tweede doel is een beetje onze kunnen en onze methode showen. Dat wordt gedaan door onze leveranciers, de fabrikanten die welke de verschillende apparaten
vervaardigen, waarmee we al die ingewikkelde testen uitvoeren. En netwerken natuurlijk, netwerken onderling business, want die mannen proberen dan contacten te leggen om hun waar ook hier te verkopen. En een beetje culture sharing. We gaan bijvoorbeeld morgenavond een Suriname Cultural Night hebben, waarbij we als gastland de gelegenheid hebben om onze cultuur aan het Caribisch gebied en Amerika tentoon te stellen. Ja. Is het de eerste keer dat Suriname gastland is? Ja, het is de eerste keer dat het in Suriname wordt gehouden. Ja. Ja. Wat betekent dit dan voor Suriname als land, als organiserend land? Nou, allereerst is het een heel eer om het te mogen doen. Het is de grootste activiteit van CASME, de Caribbean Association of Medical Technologists. Dus sowieso is het een eer. En ik denk dat we ook daarmee tonen dat we in Suriname niet achterblijven wat betreft laboratorium gebeuren in dat Suriname. Dat zou ik u net vragen. Ja, dus we kunnen mee met het Caribisch gebied en misschien met anderen ook zelf in de wereld. Dat gezegd hebbende, welke zijn thans de nieuwste snufjes, als ik het zo mag uitdrukken? Nou, ik hoor er zijn nieuwe methodes voor HPV-detectie en zo. Zou u dat even nader kunnen uitleggen wat ik bedoel? Ja, nou, HPV is een seksueel overdraagbare aandoening, welke vaak, in een heleboel gevallen eigenlijk, geen problemen geeft, maar in sommige gevallen kan leiden tot baarmoederhalskanker. Okay. Dus er is een nieuwe methode ontwikkeld om dat te doen. Ik ben zelf nog niet echt naar de boots geweest, maar ik denk de mensen zijn er om dus alle uitleg te geven van hoe het moet. En er is gewoon mij ook een presentatie, een lezing straks erover. Hoe wordt invulling gegeven aan het symposium? Middels lezingen, lectures? Ja. Dus middels lectures van verschillende professionals. Mm-hmm. Mensen die weten over bepaalde verschillende gebieden binnen de gezondheid. Komen ze dus lezingen verzorgen om de mensen bij te schaven van dit is gebeurd, bijvoorbeeld chikungunya straks. Hoe hebben wij als Suriname ermee? Hoe zijn we ermee omgegaan? Weet je, hoe hebben we het opgezet dat we het konden testen zelf? En dat mensen niet hoefden te wachten dat het eerst naar een ander land moest en dan terug naar Suriname, waardoor je een heleboel tijd verliest. Ja. Wat zal het vervolg hierop moeten worden, heer Simpson? Het vervolg is blijven. Kijk, de medische wereld, de technologie, het gaat zo snel. Dus het is bijna soms hollen achter de feiten. Hè? Dus je moet doorgaan. Over 2 jaar is er weer zo'n meeting, waarschijnlijk in een ander Caribisch land. En dan proberen als Suriname ook daar naartoe te gaan. Om niet dan in zulke grote getalen als we het hier konden doen, maar dan op een lager pitje. Maar de bedoeling is dan wel dat we komen om overdracht te doen aan onze collega's hier in Suriname. Ja. Hoeveel participanten heeft u? Ja, we hebben 33 participanten van Suriname zelf. Niet allemaal komen elke dag, dus sommigen komen vanwege de bezetting in de laboratoria's. Dus, weet je, dan hebben ze het verdeeld. Dus 33 lokale en 50 uit het Caribisch gebied in Amerika hebben we. We hebben 21 bedrijven uit binnen- en buitenland. De meeste zijn uit het buitenland. Die hier zijn met ongeveer 50 man. Mm-hmm. Dus het is een aardige groep die hier in Suriname is. Als er toch wel iets aangepakt, want het klinkt allemaal optimistisch, maar als er toch wat gedaan zou moeten worden voor de medische analisten, wat zou dat moeten zijn? Ja, wat moet er... Nou, vaak worden we vergeten. We zijn vaak in het lab bezig, mensen zien ons niet. Men komt eerder in contact met de artsen en de verpleegkundigen. En ja, wij zijn altijd een beetje achter de schermen bezig, terwijl we een wezenlijke bijdrage leveren. Dus ik denk dat een heleboel mensen echt lopen met het gevoel van... Ik wenste wel dat we iets beter erkend werden en natuurlijk ook gefaciliteerd worden om mee te kunnen doen. Want ja, die nieuwe technieken zijn er, maar er moet wel in geïnvesteerd worden. Maar het is ook allemaal ten goede van de patiënten. Want met die nieuwe technieken kunnen we ook sneller resultaten geven aan de mensen. En we weten, als je ziek bent, time is de tijd heel, heel kostbaar. Dus je wilt zo snel als mogelijk weten wat er aan de hand is met de persoon, om de persoon adequaat te kunnen behandelen. Hoe zit het met apparaat en apparatuur? Ja, dus dat is vaak ook een financieel probleem, ook gelet op de situatie in Suriname. Het is een investering op zich, dus we weten dat de ziekenhuizen geen geweldig budget hebben om dingen te doen. Vaak afhankelijk zijn van grants en gestes uit het buitenland. Dus we moeten dus inspelen daarop om een gap te vullen en ik denk ook zelf proberen te werken naar een betere continuïteit om apparatuur op tijd te verwisselen. Want het is niet handig om apparaat te lang te laten meegaan. Je moet een plan hebben waarbij apparatuur regelmatig wordt geserviced en op de duur ook vernieuwd wordt. Ja, maar de ruimte welke jullie geboden wordt voor scholing, is die er ook?
Ja, dus de analistenopleiding wordt gedaan. Je begint op het NATIN. Mm-hmm. En daarna kan je naar het PTC om dus op HBO-niveau getraind te worden. Maar zelf, als je medisch analist bent, de mogelijkheid daarna om verder te scholen, is die er ook vanuit de ziekenhuizen? Ja, de ziekenhuizen doen hun best met het budget dat er beschikbaar is om de mensen mee te laten doen aan de conferenties. Vandaar dat je ziet, we hebben 33 Surinamers, dus de ziekenhuizen, de privé-lab, die zien het nut er wel van in dat ze moeten investeren in een human resource. En dus, ja, we hebben dus daarom 33 mensen op de been kunnen krijgen die eigenlijk aan het werk moeten zijn nu, maar toch hier nu zijn om een beetje upgrading te krijgen van hun kennis. Ja, hebben we een tekort aan medische analisten? Nee, we hebben eigenlijk een luxe dat we een beetje veel medisch analisten hebben. Ja, ja. Natuurlijk, kijk, you have to think out of the box. De wereld verandert. Sommige banen worden vaak zo, misschien minder aantrekkelijk of verzadigd. Mm-hmm. Maar je kan doorgroeien. Want er zijn bijvoorbeeld op IT-gebied, specifiek gericht voor het laboratorium, denk ik wel genoeg kansen om je verder te scholen. Dus je kan een combinatie maken van dus het laboratorium, maar hoe kan ik de processen gaan digitaliseren, waarbij je dan toch ook een bijdrage levert op den duur aan het heel gebeuren. Van de helemaal duidelijk voor dit moment, heer Sheldon Simpson. Dank u wel. Heel veel succes. Ja, dank u wel en jullie ook veel succes. President Daisy Delano Bouterse, die viert vandaag zijn 70ste verjaardag. En in dat kader hebben wij van TBN Primalur toch wel gemeend om aan de kleine burgers van dit land te vragen welke felicitatieboodschap zij toch wel hebben voor de president. En zo hebben we dan deze jonge man. Wat is jouw naam? Rosano Gravesen. Oké, Rosano. De president is vandaag jarig. Wat wil je hem zeggen? Ik wil hem feliciteren dat hij zo door moet gaan en dat hij veel dingen doet voor het land. En dat hij die glazen tafel in het presidentieel paleis gaat zitten. Hij is de eerste president die in het presidentieel paleis gaat zijn. Maar die andere president hebben dat niet gedaan. Okay. En je vindt hem een goede president? Ja. Hij doet heel veel voor Suriname? Ja. Want hij heeft laatst ook een nieuwe brug gemaakt. Okay. Dus je bent trots op deze president? Ja. Ja? Wat is jouw naam? Chelsea Slagveer. Ja, Chelsea, de president is vandaag jarig. Wat wil je hem zeggen? Ik zeg gefeliciteerd. Ja, dat alleen. Ja, en vind je hem een goede president? Ja, natuurlijk. Waarom? Hij is lief. Hij doet alles wat gebroken is in Suriname. Ja. Ja. En 70 jaar is oud? Nee. Ja? Hij kan nog jaren door? Jawel. Oké. Okay. Wat is jouw naam? Kukwin van Verre. Mm-hmm. En wat wil jij de president zeggen? Hij is vandaag jarig. Gefeliciteerd en ga zo door. En vind jij hem een goede president? Ja, jawel. Waarom? Omdat hij de armen heeft geholpen en een nieuwe huizen gegeven aan andere mensen. En een nieuwe brug gebouwd. Okay. Goed, wat is jouw naam? Abigail Platt. Ja, en wat wil jij de president zeggen? Zo, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. En laat dat. Vind jij hem een goede president? Ja, natuurlijk. Waarom? Omdat hij zoveel dingen voor ons heeft gedaan. Zoals? Hey, nou goed, je hebt hem gefeliciteerd, dat is belangrijk. Dankjewel en heel veel succes, ja? We staan er nu met de bekende kunstenaar, de heer Jinri Udenhout. En we staan er voor Mama Sranang. En we willen toch wel dat hij graag wel even uitlegt wat Mama Sranang hier allemaal uitgebeeld is, heer Udenhout. Ja, goeiedag. Dit werkstukje, de verheffing van Mama Sranang. Wanneer je naar het werkstuk kijkt, zie je daarboven een vrouwelijk figuur met goud in haar hand, met volle borsten, met een zwangerschap en aardolie stromen uit haar navel en van onder haar borsten. Zij stelt ons land voor met al haar mineralen. Goud, aardolie. Die volle borsten stellen goede voeding voor alle Surinamers, want we hebben een vruchtbare bodem. Die zwangerschap stelt goede verwachtingen voor, blijde verwachtingen, goede perspectieven. Oh.
En die man daarboven, daar beneden, die haar op, die haar verheft, dat stelt de gezamenlijke kracht en inspanning voor die wij als Surinamers moeten getroosten om Suriname te verheffen. Ja, en is het een ketting? Het is een echte slavenketting. Een echte slavenketting. Maar dat stelt onze koloniaal verleden voor. Wij allemaal die hier gekomen waren komen van ex-kolonies. Toch? Engeland had India, toch? Indonesië was van Nederland, zo Afrika, zo gaat het toe. Toch? Daar moeten we ons altijd aan herinnerd worden, omdat we daardoor hier zijn gekomen bij elkaar. Dat kunnen we niet verloochenen. Die kleine jongen daar beneden zijn de kinderen van Mama Sananang die ook getrokken moeten worden in de meegetrokken moeten worden, meegenomen moeten worden in de ontwikkeling van Suriname. Maar hij staat ook voor de mensen die nog met de mentale occupatie leven, dat de ex-kolonisator ons onbaatzuchtig zal ontwikkelen. Die mensen moeten ook over de schreef gebracht worden. Want het zijn allemaal Surinamers, maar ze moeten omgeschoten worden dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor onze ontwikkeling. U neemt deel aan de Sociologie Expo ter ere van de 70ste verjaardag van president Desi Bouterse. De grote dag is vandaag. Wat zegt u aan hem? Ik wil hem van harte. Hoe niet gelet op wat u net allemaal hebt uitgelegd? Dit werkstuk, ik weet dat hij deze boodschap ook uitdraagt aan het volk, want dat heeft hij altijd gedaan. Toch? Dit is eigenlijk in het verlengde van zijn boodschap aan het volk. En wat zegt u aan hem? Dat hij dit als cadeau aan het volk van Suriname kan geven. Helemaal duidelijk, heer Udenhout, dank u wel. U bent welkom, dank u ook. De grote motor achter de Sociologie Expo, dat is Harriette Bola Singh Helstone. Zij is de voorzitter van Stichting Smart. Mevrouw Bola Singh, goedendag. De president is vandaag jarig. Dit is allemaal ter ere van hem. Wat zegt u vandaag aan hem? President, hartelijk gefeliciteerd. Ik hoop dat u een fijne dag hebt. En wij hier aan deze kant in de hal aan de Grote Combiweg geven nog meer bekendheid aan u en aan kunst in Suriname. Waarom zoveel liefde vanuit Stichting Smart voor de president? Nou, de president is de vader van het land en u weet dat hij al de hele dag en zoveel jaren bezig is een heleboel zaken te doen voor dit land. Dus het is een mooi moment, het is een respectabele leeftijd, een mooi moment om hem eer te geven, maar ook om de kinderen dichter bij hem te brengen. Vandaar de scholentour, welke hieraan is verbonden? Nou, we hebben een scholentour hier, ja. We hebben zeker op dit moment 1000 leerlingen zich al aangemeld. En morgen krijgen we ook scholen uit, leerlingen uit Powakka en zo. Totaal zo'n 1000 kinderen. En vanmiddag is ook een groot evenement. Vanmiddag is er een tekenwedstrijd ter ere ook van de president. Het kind die het leukste portret van de president kan maken, die gaan we ook in de bloemetjes zetten. Heel leuk is dat we vanmorgen ook een tweeling hadden die jarig zijn op deze dag. Oké. Okay. Ja. Waarom dienen de kinderen hem als een voorbeeldfiguur te zien, vindt u? Nou, omdat hij zoveel voor hun doet ook. Kijk maar naar projecten zoals naschoolse opvang en zo. Ze zijn nu bezig te evalueren. Maar ook dat hij weet dat er noden zijn en kinderbijslag en zo. Dus we betrekken kinderen erbij. Maar ook in het algemeen hoor, beeldende vorming, expressievakken vinden wij belangrijk. En dus vandaar. Ja. Wat is het streven van Stichting Smart? Nou, het streven van Stichting Smart is om op een gegeven moment, we gaan een commissie instellen, zodat er een monument van de president komt in de binnenstad van Paramaribo. Toch wel een heel groot project. Heel groot project en ik denk dat het wel op zijn plek is, want Stichting Smart doet natuurlijk ook monumententours. En er is altijd een vraag bij de leerlingen van, we hebben Bouta niet gezien. Of toeristen vragen ook van, waar is het beeld van Desi Bouterse gebleven? Dus wij van Stichting Smart
We gaan het niet zelf produceren. We hebben gesprekken gevoerd met Erwin de Vries. En die is in staat om een brons beeld te maken van de president. Ja. En Daisy Delano Bouterse verdient een monument? Sowieso verdient hij een monument. Ik denk op meerdere plekken in dit land. Ja, ja, ja. En tot slot, wat zegt u aan de mensen over het thema sociolobby? Nou, het thema sociolobby. Kijk, deze president heeft een aantal nationale spreuken verkondigd over, door de jaren heen. Hè. Als je alleen maar kijkt, zij aan zij, schouder aan schouder. Dat wil zeggen, heel dichtbij van elkaar. Hè. Maar ook de spreuk sociolobby. Ik meende van iemand te horen dat Weyden Bos ook die spreuk als eerst heeft uitgesproken. Maar de NDP is bekend als een partij van liefde, verdraagzaamheid, elkaar ondersteunen. En dit thema hebben we gekozen, want we zien dat er in sommige situaties, binnen de politiek ook hoor, we moeten met elkaar werken. We moeten het samen doen. En als wij meer lobby aan elkaar geven, dan zal het beter gaan in dit land. Want er is geloof, er is hoop, er is liefde, zegt men. Maar de grootste van allemaal is toch de liefde. Er zijn situaties waarbij kinderen heel verdrietig worden, ouders scheiden van elkaar. Laat ons proberen wat water in de wijn te doen, waarbij politici nog met haat en wrok leven met elkaar. Geen scheldpartijen propageert de NDP ook. Laten we meer liefde zetten in alles wat we doen in dit land en het zal ons goed gaan. Heeft iedereen evenveel liefde voor de persoon van Daisy Delano Bouterse? Nou, je zal zeker wat mensen hebben die een andere mening hebben en ook daarvoor moeten we respect hebben. Maar je ziet dat de partij steeds groter wordt. De man is democratisch gekozen voor de tweede keer. Dus wat dat betreft, die mensen hun mening, dat mogen ze hebben. We zijn in een democratisch land. Ja. En denkt u dat er ook kritiek zal komen voor wat het voorstel is van het monument? Nou, kritiek ga je altijd hebben. Zou je een speldenkop zetten op het paleis of zo, of zou je drie monumenten van Bouterse in het land plaatsen? Je gaat altijd kritiek hebben en daarvoor moeten we ook respect hebben en openstaan. Maar ik denk dat de meerderheid van dit volk het helemaal zal toejuichen, want hij verdient het. Dank u wel, mevrouw Bolasik. Ja? En bovendien, het gaat niet alleen om ja, een monument van de president moet ergens komen. Het gaat ook erom wie gaat het maken. Erwin de Vries, ook een grote zoon van het land. Maar we leggen daarmee een stukje geschiedenis voor de komende eeuwen vast. En het is leuk, het is prachtig, maar het is in feite in de wereld heel normaal, in de grote kunstwereld, in Parijs en in Amerika, dat allerlei presidenten, dat er monumenten van ze gemaakt worden. Dus ik denk niet dat er een hele heisa daarover zal ontstaan. Helemaal duidelijk, mevrouw Bolasing. Dank u wel en heel veel succes met alles wat u mag ondernemen namens de Stichting Smart. Dank u wel. De brandweer die is er vanmiddag rond 3 uur gekomen richting de Tunalaan. En dat is een zijstraat van de Wilhelminastraat. En de reden dat ze hier zijn is vanwege de brandmelding die ze hebben gehad. En dat is dan deze woning op Neuten. Wat wij hier hebben aangetroffen, dat kan de brandweer ons nog niet met zekerheid doorgeven. Want de informatie daartoe hebben ze niet. We lezen hier Tunalaan 29. En de woning welke hier is aangetroffen is allemaal onder hoogwiet. Dus de vraag is wel of er nog mensen woonachtig zijn hier in de woning. We zien dat er enigszins toch wel wat brandschade is opgelopen. Maar de brandweer, zoals aangegeven, die is er met 2 voertuigen hier geweest. 2 bluswagens. En zij hebben de brand toch wel snel onder controle gekregen. Waardoor de belendende woningen geen schroei- en afwaterschade hebben opgelopen. Nogmaals, een woningbrand hier aan de Tunalaan nummer 29. Een zijstraat van de Wilhelminastraat. Waar de brandweer vanmiddag met 2 voertuigen naartoe is getrokken vanwege een woningbrand. En gelet op de situatie welke wij hier hebben aangetroffen, is het wel een woning welke onder hoogwiet staat en waarvan wij dan gevoelig van toe uitgaan dat er niemand in deze woning woonachtig is.
De politie van de regio Oost kreeg op maandag 12 oktober 2015 bericht dat een man bedolven was onder puin tijdens het verrichten van gouddelvingswerkzaamheden. Dit geval deed zich voor in het Miriam-gebied in het district Marowijne. De man die bezig was met een spuitmachine in een goudput werd op een gegeven moment niet meer gezien door de andere collega's. De medewerkers gingen op onderzoek uit en troffen alleen de spuitmachine aan. Na opgraving van de omgeving waar het slachtoffer bezig was te werken, werd hij naar boven gehaald. Intussen was hij al overleden. Het gaat om de 45-jarige Valdicio Silva. Het lijk is na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden. De 45-jarige Anil Kumar K. is door de politie van Kwata aangehouden voor bedreiging met brandstichting. De verdachte deed de uitlatingen terwijl hij onder invloed van alcohol verkeerde. Anil Kumar is dronken naar huis gegaan en had ruzie met zijn partner. De vrouw schakelde de politie via de centrale meldkamer in. Toen de politie op het adres kwam, verzette de verdachte zich hevig tegen zijn aanhouding. Hij werd overgebracht naar het politiebureau en na de ontnuchtering is hij voortgeleid bij de inspecteur. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is Anil Kumar K. in verzekering gesteld. Anil Kumar is reeds 2 keer opgesloten door de politie voor mishandeling van zijn partner.